9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar! Nou, we hebben gisteren een gesprek gehad met de buurman. En hij zegt op een gegeven moment, hij zegt, joh, is de weg eigenlijk gedaan bij jullie? Ik zeg, nee, dat is nog niet gedaan. Hij zegt, nou, hij zegt, ik zal mijn vader even vragen of hij dat eventjes bij jullie wegschraapt. Dus daar is hij met de tractor. Heeft hij al die sneeuw hier weggehaald. Dus ons pad is weer heerlijk sneeuwvrij. Dan kunnen we weer gewoon lekker doorrijden. Het is helemaal super. Moet je kijken wat een mooi oprijlijntje we hebben. Hallo allemaal. Onze eerste vlog in het nieuwe jaar. En we hebben vandaag belangrijke post gekregen. Of eigenlijk heeft Levi belangrijke post gekregen. Van Castel Commune. En dat is dat hij de school moet gaan uitkiezen. Hier in Zweden is het zo dat ze vanaf hun zesde levensjaar naar school gaan. Dat houdt in voor iedereen die in 2018 geboren is, dat hij een oproep krijgt voor de first schooler klas. Van wat wij begrijpen kan je dat een beetje vergelijken met onze kleuterklassen. Dus waar ze nog wel heel veel mogen spelen, maar wel een klein beetje voorbereiding op letters en schrijven. En het leren aan een tafeltje zitten, dat soort dingetjes. En ja, daar moeten we nu een keuze gaan maken naar welke school hij gaat. In principe is het in Zweden zo dat je een school toegewezen krijgt. Toegewezen krijgt in de zin van... daar wordt hij in ieder geval aangenomen. Dus we geven die dan op en dan weet je zeker dat je daar een plekje krijgt. Maar je kan natuurlijk ook wel voor kiezen om toch voor een eigen school te kiezen. Nou doen wij dat in ons geval niet. Wij kiezen voor de school die we aangewezen krijgen. Dat om meerdere redenen. Sterre en Jane zitten natuurlijk al op de school. En... ja, op het moment dat je dus kiest voor een school die buiten jouw regio valt, dan heb je geen recht meer op schoolvervoer. Dus dat betekent dat je je kind zelf moet brengen en halen. En in sommige gevallen maakt dat niet zoveel uit, want dan zit er vlakbij jouw grens een andere school waar je heen kan. Voor ons houdt dat in dat als we voor een andere school zouden kiezen, dat we minimaal 30, 45 minuten moeten rijden naar een andere school heen en daarna weer terug. Dus ja, kiezen we eigenlijk gewoon voor de school die we aangewezen kregen. Ook omdat we daar best tevreden over zijn. Dus ja, wij moeten hem nu gaan aanmelden voor die school. En na de zomervakantie dan zal hij starten in de first schooler klas. Verder krijgen wij zo bezoek van Johanneke en Gijs Zwet en hun twee zoons. Hun zijn vorig jaar al een keertje bij ons geweest en hebben lekker gekletst over de emigratie. En hun hebben inmiddels hun huis in Nederland verkocht en zijn nu twee weekjes hier op zoek naar hun huis hier in Zweden. En als je wil weten of dat gelukt is, volg ze dan even, de familie Zwet naar Zweden. En ik zal nog even een linkje zetten in de beschrijving. Maar...
Ja, dat is hartstikke gezellig. Dus we gaan hun zo zien. Lieve mensen, heel erg bedankt voor jullie medeleven. Maar zoals jullie zien, valt het hier wel mee bij ons. Het ligt, het zal het zijn, een centimetertje of 30, 40 is er van 2 weken geleden gevallen. Maar er is niks meer bijgekomen. Dus ik snap dat de NOS, de Telegraaf en alle andere programma's die jullie kijken, dat daar heel veel over Zweden gaat momenteel. Maar bij ons is er echt helemaal niks aan de hand. Dus jullie kunnen weer rustig slapen. Maar heel erg bedankt voor jullie medeleven. Nou, daar sta je dan. Aan de kant van de weg. Kom er niet meer uit. En het is nogal lullig. Maar er was een wit busje hier zo. En die wou eventjes iets pakken, denk ik. Want ik zag hem een beetje naar beneden gaan. En hij komt omhoog en hij ziet mij. Dus hij wijkt nog net op tijd af naar rechts. Maar ik ging ook naar rechts. Alleen ik zat naast de weg. Ik ga ervan uit dat hij het niet gezien heeft, die beste man. Maar ik moet nu even wachten. Er zijn een paar vrienden hier in de buurt. En die komen, als het goed is, met een tractor. Hoop ik. En anders moet ik het bergingsbedrijf gaan bellen. Dus duurt wel wat langer dan. Maar ik hoop dat het met de tractor gaat lukken. Dan zou het helemaal top zijn. Dus hebben we dat ook weer meegemaakt. Ja, ik maak het nu even het filmpje. Want ik weet natuurlijk niet hoe mijn humeur dadelijk is als ik uit die greppel ben. Misschien is de onderkant van de auto helemaal verbogen en kapot. Maar dat weet ik niet. Maar op dit moment heb ik nog goede hoop. Dus ik maak het nu eventjes. Ik wil wel eventjes kwijt. Er zijn nu denk ik een dertigtal auto's voorbij gekomen. En er is gewoon geen één auto doorgereden. Ze zijn alle 30 gestopt. Om te vragen of ik hulp nodig heb. Of alles goed gaat met mij. Of ze iets voor mij kunnen doen. En ik heb ooit op de A4 eventjes op de vluchtstuk gestaan. Daar is nog nooit iemand gestopt. Dus wel kicken. Ik vind wel die saamhorigheid hier op het platteland. Dat is toch wel wat anders dan in de grote steden. Hoor. Dat weet ik ook wel. Maar het is wel heel, heel gaaf. Heerlijk winterweer hebben we. Min 23. Daar gaan ze dan, de jongens. Ik vind het wel even leuk om dit te vertellen. Want ook dit doet een moederhart echt ongelooflijk goed. Jaden heeft in Nederland op school eigenlijk nooit echt vrienden gehad. En ondanks dat hij altijd super graag naar school ging, was het wel een stukje wat hij miste. Maar vanaf dag 1 hier in Zweden voelde Jaden zich ongelooflijk welkom. En dit heeft hem zo doen groeien en opleven. Hij wordt regelmatig door jongens gevraagd om iets te ondernemen. Net zoals vandaag. De jongens gaan samen ijsvissen. Zoveel mooie nieuwe ervaringen. En wat zijn we blij voor Jaden dat hij dit nu ook mag ervaren. En dat zorgt ervoor dat mijn moederhart, maar natuurlijk ook bij Wes zijn vaderhart, een extra sprongetje maakt. Het is binnen rond het vriespunt. Het is net een graadje of 2 graadjes erboven. Ik heb eerder al verteld, we hebben 1 kacheltje in de badkamer. Daar doen we alles mee. En als we hier zijn, dan hebben we deze 2 campingkacheltjes. En als we daar dan het huis een beetje mee opgewarmd hebben, dan kan eigenlijk
de hele nacht min 25, 26, dat trekt hij dan zeg maar nog net op de warmte die nog in het hout en zo zit. Dus voorlopig gaat het nog goed. En veel kouder dan min 25, 26 hoort hier ook niet. Dus ik denk dat we precies de winter doorkomen zijn. Zo, het is een aangename 25 graden winter. Een stuk beter. We zijn intussen, ik denk een uurtje of vijf verder met stoken. En nu kan ik hier met een gerust hart weer weg. En dan koelt het in de komende 12 uur af. En dan ben ik morgenochtend weer op tijd hier om de boel op te warmen. Aangezien het hier nu een stuk warmer wordt buiten, zal het allemaal wel meevallen. Want tot min 15 buiten is het binnen nog een graad of 7. Dus het valt 100% mee hier. Het huis is redelijk goed geïsoleerd. Het is wel oude isolatie. We gaan het wel vervangen. En we gaan het nog dikker maken. Maar het huis is beter geïsoleerd dan we dachten. Dus dat zit dan weer 100% mee. Nou, ik was net boven een beetje aan het werk op zolder. Om die kamers verder af te maken. Ik denk, wat een pestklap, joh. Ik denk, wat hoor ik nou? Dus ik ren naar buiten. Maar het sneeuw was van het dak afgeschoven. Maar dat heeft me een kabaal gemaakt, joh. Echt niet normaal. En dit is de andere kant van het huis. En wat wel grappig is om te zien. Zoals jullie misschien rechtsboven in het hoekje kunnen zien. Is daar een stukje gesmolten. En dat is precies het enige stukje wat van de zolder nog niet geïsoleerd is. Dus dat is wel bijzonder. Dit is echt precies dat stuk, dat enige stuk, wat nog niet geïsoleerd is. En de rest zie je helemaal, daar blijft gewoon alles liggen, niks aan het handje. En alleen precies op dat plekje, geen sneeuw. Dat puntje rechts onderin, daar heb ik geen verklaring voor, dat is er gewoon afgevallen. Maar daarbovenin, dat is echt gewoon gesmolten. En dat is wel apart om te zien. Zoveel effect heeft die isolatie dus, dat is wel heel goed. Nou ja, dit is dus de binnenkant, het stukje waar ik het over had. Precies het stukje wat niet geïsoleerd is. Dus, de isolatie werkt in ieder geval goed, dat blijkt. En we zitten nog niet eens op de helft van wat erin gaat. Abonneer op dit kanaal, laat een reactie achter in de comments en geef een like op deze video. Hey door! Hey door!